De eerste steenlegging voor de bouw van het ziekenhuis te Acconi is gisteren niet doorgegaan. DC Humphrey Jeru van Boven Suriname zei gisteren bij de ingebruikname van de vuilverbrandingsoven te Pokigrong dat dit komt vanwege een technisch probleem. Hij gaf echter de verzekering dat het ziekenhuis wel komt. Alles maar beheren te mibetak abrawa atozo zamusko na Acconi. En atozo dat is zeker ook kom. A minister de Jaso au taken deel dadelijk. Maar een handeling zou bepleegd, lek maar staat zijn. Die de uno doe moro. Maar eigenlijk als staat zijn, maak ik ba. Because a presi buku opo en efi luku drape. Wat platform de nabakasei. Mi betegi wat us ma beheren. Die de ikan sien. Na drape atozo okong. A handeling zou bepleegd. Die de uno doe moro vanwege omstandigheden. Parlementariër Sylvana Afonsua vindt het belangrijk dat het ziekenhuis er komt, omdat ze gelooft dat mensen sneller genezen in hun eigen omgeving. De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, geeft de zekerheid dat het ziekenhuis gebouwd zal worden. Atoso zou kontja, mevrouw Afonsua Abletti, omdat is er nou een verpleegster. Tel ons maar de in een gebied eigen is morgen. Dus de basisvoorzieningen voor een atoso otetja tuta atoso de. Natuurlijk je hebt hoogwaardige ziekte saneko vaak voor if dat de dat de abivkona academie ziekenhuis dat naar je grote pasan dat de zo. Maar de basisgenies voorzieningen naar de basisspecialisme otetja zodat samen abidische zending we pota zorgja. Dat was wederom Antoine Elias, minister van Volksgezondheid. De bewindsman verzekerde gisteren bij de ingebruikname van de vuilverbrandingsoven te Pokigrong dat de beloofde ambulanceboot ook komt.